Hey yo kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag is de dag waar jullie allemaal op hebben gewacht. Wij gaan hier in Ronald speelt Minecraft nu naar de Nether. En ja, voordat we dat gaan doen moet ik nog wel even eerst mijn boogje enchanten. En ja, als jullie deze video zien dan hebben we 25 likes gehaald. Ik heb dus gezegd, eerder zagen jullie deze video gewoon niet. Even kijken, ik doe even level 1 op de boog. Zodat ik in ieder geval power krijg. Zodat ik in ieder geval een beetje een voordeel heb tegen de ghosts. Of ghasts. Of spookdingen. Of weet ik veel hoe je het wil noemen. Goed. Au. Let's go. Even kijken, hier was die weg niet. Oh nee, daar was die boven. Oké. Pom, pom, pom. Pom, 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 pom. Goed, ik hoop zo erg dat we in ieder geval in de buurt van een ding spawnen. Even kijken. Goed, wel gaan we naar binnen. Oké. Oeh, er is minimap is wel handig, want dan heb je in ieder geval een beetje een index van waar je loopt in de Nether. Goed. Downloading terrain. Werd dat ding boven lava spawnt? Oké, niet boven lava. Oké. Fuck, ik hoor de ghast nu al. Oké, wacht even. Disable. Goed zo. Ik heb het dan niks aan zo te zien. Oké. Wel, here we are in the Nether. Dat is nice, hè? Huh? Oké, wel, ik zie quartz, ik zie zombie pigments en ik zie lag. Ik hoor ghasts of ghasts, I don't know, holy shit. Blokkade, blokkade, bouwen blokkade. Sorry. Wauw. Wauw, Ronald. Please no, please no. Please no! Wauw! Wauw, wauw, wauw. Oh god. Oh god, prachtig. Oh man. Wauw. Nou ja, tot zover de Nether. Zie je dat voor je? Ik ben een diamond chestplate. Zo helemaal full diamond. Godverdomme. Nee, oké. Wel, ik ben dus wel buiten de lava. Dus mijn zorg is niet verbrand. Ik heb alleen maar 14 levels verpest. Nou, dat is gewoon een kwartiertje zitten bij hem opspannen. Dus over levels maak ik mij niet zo heel veel zorgen meer. Tenzij ik natuurlijk echt gewoon 30 levels heb. Natuurlijk, dan vind ik het een beetje vervelend. Maar echt, geef toe. Echt gewoon open items. Dat had ik niet. Oh, hier is het, oké. En ik kan gewoon nog alles oprapen. Maar oké. Oh, jongens. Geweldig. Geweldig. Oké, wel. Huppakee, let's go back. Lockets. Ik heb dit achievement gekregen. Valt jullie dat ook op? Wel, dit is echt. En gewoon open en cool gewoon. Oh, kutzooi. Nee! Jij emu-pack! Jij dikke emu-pack! Oh mijn god. Hoe moet ik nu terugkomen? Hè? Mijn enige hoop is dat mijn flitter stiel hier nog ligt. Ik heb hem nog. Wauw. Wauw. Put the armor back on. Wauw. Gewoon dat ding wat... Ja, oké. Nou is het klaar met jou. Nou ben ik klaar met jou. Je stom oedelding. Snipe. Ja, fuck jou. Lekker dood. Lekker dood. Je hebt gewoon lekker dood, jongen. Even kijken. Zo. Gelukkig heb ik de flint steel nog. Oké, dan... Dit is ook echt weer wat voor dat stomme ding. Oké, goed zo. Wel, cobblestone, torches. Dit hebben we allemaal niet nodig in eerste instantie. Kool hebben we allemaal niet nodig in eerste instantie. Oké, goed. Eten, dit en dit. Oké, wel, laten we maar eens... Jij haalt het in je bolle haar, zeg je. Godverdomme, zo'n kutbol. Nee! Hup, oké, goed zo. Je blijft gewoon van me... Zo ontzettend klaar mee nou ook gewoon. Dan bouwen we maar een barricade eromheen. Als jullie dat zo willen. Jongen. Oké, zo. Want het komen allemaal van die kant. Zo, nu maken ze geen kans meer. Goed zo, barricade. Goed, wel, gaan we die kant maar eens op. Dit vertrouw ik niet, dus dan doen we dit even mee. Oké, zo. Yeah! Nether Fortress. Goed zo, dat is mooi. Moeten we hier wel eens naar beneden? Waar gaan we dan langs? Wel, dan gaan we hier langs, denk ik. Oké, zo even. Torch. Zombie pigments, hallo. Ik zoek geen ruzie. Naar de quartz, dat is nice. Goed, dan moeten we alleen nog even een weg zoeken om daar naar binnen te kunnen. Ik vind het nou al een OP leuke netter. Wauw. Nee, are you kidding me? Wauw, jongens. Wow, moet ik hier helemaal langs? Geweldig. Dan moet ik me hier een weg doorheen banen. Dat is fijn.
Zo, een beetje netherrack alvast. Dat is wel fijn, denk ik. Goed, oké. Wel, dan moet ik hier nu... Ja, hier buiten zijn. Nice. Kutzooi! Waarom ga ik steeds in de fik staan? Oh mijn god, ik heb ook gevreten, mensen, wat. Veel glowstone, dat is fijn. Even alles uitdoen. Ronald versus Nether, zo ga ik deze episode noemen, echt waar. Hoe moet ik daar nou komen dan? Wauw. Wauw. Ik heb ook geen gravel meegenomen, geweldig. Is die gravel toevallig? Please. Nee, dat is dat beneden. Oh, wacht, ik kan hier een trappetje maken, oké. Dat is wel fijn, denk ik. Dan verzamel ik hier toch gewoon wat gravel. Doen we even zo om aan te geven dat hier de weg naar buiten is. Kijk. Gaat al lekker. Zo. Nou, ik ben niet... Oh mijn god, ik ben in ieder geval blij dat we bij een Nether portal of nou bij zo'n Nether fortress in de buurt zijn. Want het is wel nice, denk ik dan, toch? Ja, oké, dat is fijn. Heel fijn. Oké, hoe moet ik nou beneden komen dan? Nou, de graven deze kant ik maar gewoon op, zo. Dan gaan we nu hier gewoon maar naar beneden. Fuck, dus is... Geweldig, bij lava in de buurt. Geweldig, heel fijn. Het zijn allemaal tijdelijke voorzorgsmaatregelen, hè? Gewoon dat ik er niet in donder. Oké. Okay. Dat is nice. Nou, dubbele torch. Of nou, dat kunnen we beter zo doen. Nou, dan moeten we de weg weer naar boven graven. Dat is machtig. Zo. En dan moet hier. Het is wel een beetje een hassel om, of een hassel om hier naar boven te komen, hè? Oh. Hallo. Zo. Goed, wel. We zijn nu hier. Oké. Okay. Oh, daar hebben we zo'n emu. Ja. Raak. Daar overheen, echt wel. Als ik iets vervelend vind, is het jou wel, je dikke emu. Au. Oh, what the fuck, daar overheen nog wel, hè. Open het vuur. Ja, hè, jongen, jongen, jongen. Goed, dan gaan we eerst maar eens even wat gravel verzamelen. Zodat we in ieder geval een beetje veilig naar beneden kunnen komen straks. Gravel in de nether, dat is echt handig. Ja, stel dat we ergens naar beneden moeten of zo, dan is gravel wel handig. Goed, Sam. Nou, dat is wel genoeg, denk ik. Ik wil niet te veel tijd verspillen. Oké. Wel, gaan we even mooi. Holy shit, man. Al mijn cobblestone is ook al op. Dat heb ik überhaupt niet opgepakt. Nee, dat is op, want ik had het wel opgepakt. Oh, kutzooi. Had je weer zo'n emu lopen, echt. Oké. Okay. Goed. Wel, mijn hart tintelt wel een beetje. Oké, okay, mushrooms. Oké, wel, hier is het. Zie het al voor je. Dat ik daarin donder. Kom op, please, hang erop. What the fuck? Oké, okay, daar moeten we heen. Dit is zo gevaarlijk terrein. Dit is echt een van de gevaarlijkste netherportals die ik, of netherfortresses die ik ooit heb meegemaakt. Yes. We are home, ofzo. Yes. Weg naar buiten.
Nice, een skeleton. Even wat meer torches. Wauw, ik heb ook nog echt veel torches. Nou, het gaat gewoon omdat ik nether ward vind. Nether ward. Nether ward. Yolo polo cats. Oké, hier is een trap. Hier is vaak nether ward. Magma cubes zijn ook wel handig natuurlijk. Ja, oké. Okay, I'm not going near that. Daar is niks. Hier misschien. Hier is ook een trap. Oké, deze gaat de andere kant op. Dat is fijn. Ja, soms gaat dat echt heel diep. Even kijken. Nether ward. Oh, kutzooi. Dat is diep. Yay, nether ward. Haha. Zo. Wat? Een beetje huis op de blazen hier zo. Ik ga naar boven toe. Yes, skills. Blaze spawners ook wel fijn zijn. Niet op dit moment natuurlijk, maar misschien later. Als ik er een tegenkom of zo, dan kan ik hem opsluiten eventueel. Ik zie ook zo wat niks, hè. Dat is ook het fijne. Pak nog even wat soul sand als we onderweg zijn. Ik ga wel een nether base maken, dat sowieso. Alleen, daar komt geen nether ward farm. Nether ward farm die komt bovenop de tower of power. Maar voorlopig gewoon even nog in de tower of power natuurlijk, maar oké. Nou. Hierheen, de weg naar buiten. En ik mijn ook allemaal wel nether brick, waar daar niet van, maar nu nog allemaal niets. Oké, okay, kijk, hier is dit stuk. Daar is een blaze. Dat is een blaze spawner, volgens mij niet. In ieder geval een blaze. Ah, damn it. Glowstone kan ik ook wel gebruiken. Of wither skeletons, ook wel fijn zijn. Ja, nee dus. Holy shit, man. I am not going near that, Biggums. Forget it. Nou, is hier ergens een blaze spawner? Zien we hier ergens een blaze spawner? Hallo. Oh. Hey, naar de kast. Meen ik ook even wat. Daft ook niet. Meen ik even wat kwarts, hoor. Oh, dan kan ik denk ik beter doen met Fortune. Ja, oké. Okay. Kan ik beter met Fortune doen natuurlijk. Dus doe ik dat maar even niet. Ik zoek naar een blaze spawner. Even kijken. Ik heb in principe wat mijn hartje begeert, maar... kan wel wat blaze gebruiken natuurlijk. Want ik heb wel brewing stand nodig. Anders komen we nog nergens. Ja, holy shit dus. Ja, dan hier weer terug dan, denk ik, hè. Dan heb je die pokkenblaze weer. Nee! Waar kan ik nou weg dan? Van de... nee. Oh, van... eh! Oké, waar kwam ik nou weer weg dan? Hier? Nee, er is verder geen uit... oké, waar de fuck kwam ik weg? Oh, hier! Ik snap het al. Goed. Nou moet ik dus even een blaze spawner gaan zoeken. Yolo polo cats. Ik hoor wel een magma slime. Auw. Yes. Ik heb in ieder geval zo'n achievement ding. Ja, daar is een blaze spawner. Ja. Met lava ervoor. Jezus. Holy fuck. Oké. Okay. Wel, ik heb één blaze rod. Wacht, die kan ik wel snijpen, denk ik. Oh, kutzooi. Ga weg. Eén moes. Ik heb gewoon een beetje meer blaze powder nodig voor eventuele healing potions.
Moet ik alleen oppassen dat ik die emu niet raak. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, nice. Goed. Is er een blazerrot gedropt? Ik hoop het. Ja, pak het. Oké. Okay. Donder op. Auw. Oké, okay, daar zijn we ook vanaf. Magma slime! Oh, kom hier. Ja, magma cream. Ja, oké, okay, doei doei. Nou, hoeveel blaze rods? 2 heb ik er. Oké. Okay. Ik kan er wel een beetje meer gebruiken eigenlijk. I am not going to do that. Ik ga gewoon eerst fire resistance. Ja, fire. Bigums, please no. Al, ja, kom hierin. Kom maar, 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 kom maar. Kom maar. Giel, ik weet niet dat je in de lava dondert. Ja, de elf dondert in de lava natuurlijk. Kijk, ik kan het ook wel maken, maar het is redelijk duur. Gewoon blaze. Ik ben niet weg, echt waar, serieus. Doei doei. Ik ben niet weg. Vaarwel. Ik heb wat ik wil. En ja. Ga ik gewoon lekker naar huis toe. En een lekker kop thee of zo. Daar is de uitweg. Oeh, spannend hoor. Echt wel spannend. Het is echt wel. Je hebt hier echt wel een beetje skills voor nodig. Zo, ik ben in ieder geval een veilig iemand. Gedeeltelijk dan, of verdomme. I don't want to do that. Zo, dan kan ik er in ieder geval niet afdonderen. Goed, terwijl, waar is nu de weg naar buiten? Oh ja, die was hieronder. In de cave. The deep dark cave system. Oké, wacht, dan moeten we even. Zo, en dan even dubbel. Dat we in ieder geval weten dat dit de weg naar buiten is. Oké, nou, dan zijn we vlakbij. Kijk, er is mee naar de portal. Ik ben dus in ieder geval zo goed als veilig. Jongens, wat was het spannend. Wow, shit. Dit is echt wel een interessante nether, hoor. Wauw, wil ik hier echt wat van maken? Dan heb ik echt wel al mijn skills nodig. En ik zie nu dat ik echt OP skills heb. Maar geef toe, ik heb best wel skills in Minecraft. Ik heb jeuk aan het headset. Nou jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Dit was de loot. We hebben wat nether ward. We hebben wat soul sand. We hebben blaze rods. Dat we in ieder geval een healing potion. En eventueel fire resistance. Want hoeveel blaze powder is dit? 2 blaze powders. We kunnen 2 fire resistance potions maken. Dus ik zal nog wel een keer terug moeten helaas naar de nether. Zodat ik in ieder geval meer blaze rods kan krijgen. Nou, dat zijn in ieder geval al 2 fire resistance potions. Dat ik in ieder geval veilig ben tegen die blazes en zo. Dus dat is wel fijn. Maar goed jongens, bedankt voor het kijken allemaal. In de volgende episode gaan we even een klein netherwart farmpje opzetten. En ik denk hier gewoon een rij. En hier een rij, I don't know. Maar goed, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken allemaal. En laat even een like achter voor deze awesome episode. En dan spreek ik jullie later. Dus ja, later met z'n.